We zijn hier terug voor de man van de match na deze toch wel spannende en spectaculaire wedstrijd, zeker op het einde. Jean-Mike, verkozen door pers en iedereen die iets van voetbal zou moeten kennen als man van de wedstrijd. Gefeliciteerd in ieder geval. Hoe voelt het om 2 minuten of 3 minuten van tijd zo de winnende treffer te scoren? Dat voelt heel goed. Ik was blij dat ik die treffer had gemaakt. Ook denk ik dat we het wel verdienen. Lommel had veel balbezit, maar deed er niet echt iets mee. Ik had eerder het gevoel dat ze hier kwamen voor een punt. Dus daardoor doet het nog meer deugd dat je dat doelpunt dan uiteindelijk kan maken op het einde. En ik word nu verkozen als man van de match, omdat ik scoor. Maar ik denk dat man van de match eigenlijk geen enkel individu is, maar een volledige ploeg. Want we hebben ook de nullen gehouden. Dus dat is ook zeer belangrijk, anders kan je geen wedstrijd winnen. En ik sta daarvan voor om de doelpunten te maken of mensen te laten scoren. Dat is nu gelukt. Het belangrijkste is die 3 punten en dat we weer een plaats opschuiven in het klassement. Ja. De wedstrijd eindigde een beetje in tumult. Je was een van de betrokken partijen. Vertel eens, wat is er gebeurd? Wel, het was een dieptebal en de keeper komt uit. En hij was een stap te laat, want ik was eerder bij de bal. En hij doet een charge op mij. En als hij me daar geen charge geeft, tik ik die bal met mijn hoofd door en ben ik weg. Dus ik vond het terechte beslissing van de scheidsrechter. Omdat hij daar een rode kaart geeft, omdat ik alleen door was. Goed. Man van de match wil zeggen dat je van degene die gekozen hebben een waardebond krijgt van 25 euro. Die je mag gebruiken in het restaurant De Graaf van Vlaanderen in Raverseide. Dat is voor jou. En we hebben dezelfde bon nog uit te delen aan iemand die jou gekozen heeft als man van de match en ook de schiftingsvraag correct heeft beantwoord. Om maar mee te geven dat het jaar 2003 het geboortejaar was van Lommel United. Dat was de quizvraag. Jean-Mike, als je een van die papiertjes wilt trekken en dan gaan we kijken wie dat de gelukkige winnaar of winnares is. En deze keer met mijn bril bij. En de winnares, Wendy Bertels, een bekende naam denk ik, wint, juist, of voor ons toch, niet voor u, wint nog een waardebon van 25 euro ook te gebruiken in het restaurant De Graaf van Vlaanderen. Voilà, ik denk dat was het. Dank u wel en tot de volgende 14 dagen. Volgende woensdag.